De 2,5 jaar oude zwart-witte Springer Spaniel Clipper kan als speciale speurhond de Japanse duizendknoop herkennen en opsporen. De Japanse duizendknoop is een van de meest invasieve exotische plantensoorten. Door zijn sterke groeikracht brengt de Japanse plant schade toe aan de originele flora en fauna. De wortels en stengels veroorzaken schade aan onder andere gebouwen, leidingen en wegen. Als de plant zich goed ontwikkelt door kleine stukjes die achterblijven, kan een Japanse duizendknoop met gemak uitgroeien tot nieuwe planten. Door onder andere het wortelgestel kan er schade optreden aan onder andere asfalt of funderingen. Maar als het een flinke bossage wordt, heeft de onderbeplanting ook geen schijn van kans. Want je krijgt een concurrentiestrijd, dus eronder verdwijnt alle vegetatie. Daarom is het heel belangrijk dat de plant gesaneerd wordt om schade te voorkomen. Hiervoor zijn verschillende methodes. Zo is er een landelijke gedragscode met betrekking tot maaien van de Japanse duizendknoop. De kleinste delen kunnen dus al funest zijn. Dat kan dus de verspreiding veroorzaken. Dus het is ook heel belangrijk als mensen werkzaamheden hebben uitgevoerd, dat ook de machines, de kraan, de vrachtwagens van de transportbewegingen, dat die eigenlijk Japanse duizendknoop vrij zijn. Een effectieve manier om die hele kleine stukjes Japanse duizendknoop op te sporen op machines is met behulp van een speciaal getrainde speurhond. Nou, Clipper die wordt ingezet om nazoek te doen op locaties waar de Japanse duizendknoop gesaneerd is. En het is dus heel belangrijk dat hij de allerkleinste delen nog vindt. De werkwijze van speurhond Clipper houdt in dat hij 2 groeiseizoenen na de detectie van de duizendknoop nog op de locatie komt. Het kan namelijk zijn dat hij direct na de sanering niets vindt, doordat de worteldelen te diep zitten. Het jaar daarop zou dit vervolgens wel zichtbaar of waarneembaar voor Clipper kunnen zijn. Ja, en dan wordt er gemarkeerd en dan wordt allemaal via coördinaten in een kaart zichtbaar gemaakt. En nadien kan die plek alsnog gesaneerd worden. De Japanse duizendknoop komt momenteel door heel Nederland voor. Zowel in wegbermen als in verwaarloosde leegstaande panden. De exotische plant is ooit als tuinplant naar Nederland gehaald en zodoende verder verspreid. Het is dus heel belangrijk als mensen zelf de plant willen bestrijden, dan is het beste om hem af te knippen en de delen niet in de groenkliko te doen, maar in bij het restafval. Want komt het bij de composteerder terecht, dan ben je het ook eigenlijk weer aan het verspreiden.